Rotterdam is eigenlijk een cosmopolitische stad. Het is ook een havenstad. We hebben ook een luchthaven. Het is een toeristische stad. Dat betekent dat je altijd en op alle dagen veel mensen hebt die niet van de stad zelf zijn. Dat schept een zekere anonimiteit, ook vanwege het feit dat Oostende toch wat groter is dan de meeste kustgemeenten natuurlijk. En dat betekent dat prostitutie eigenlijk daar een markt vindt. Vroeger kende ik het heel nachtleven van Oostende, het bruisend nachtleven. En wat dat meneer van de Kasteel ook mag zeggen, er is niks niet meer van toeristische nachtleven in Oostende. In de jaren 50 tot pakweg de jaren 90 eigenlijk een prostitutiebuurt. Veel andere mensen waren daaruit weggegaan uit die wijk. Dus die wijk was dat gewoon. Maar natuurlijk, als je begint te investeren in de wijk en er komen nieuwe mensen wonen, dan stijgt ook al het aantal klachten van mensen die geconfronteerd worden, dikwijls voor het eerst in hun leven, met raamprostitutie. Ze willen dat niet. En dus de echte klassieke raamprostitutie past daar niet meer. Hoe zou je zelf zijn? Je gaat geen huis of een appartement kopen met een bordeel naast je deur, wetende dat er zich iedere nacht gaat afspelen. Dus dat betekent dat als je de wijk verder wilt renoveren, dat die raamprostitutie moet verdwijnen. Ik geloof dat dat niet kan. Dat gaat blijven bestaan. Dat gaat altijd blijven bestaan. Daar kun je nooit niks aan veranderen. Dat is het oudste beroep in de wereld. Je hebt mensen die dat sociaal contact nodig hebben. Het vermijdt ook vele gevaren. Hè. Frustraties en allemaal. Dus je hebt ook mensen die niet weten waar gaan. Niet iedereen durft naar internet gaan of bellen of privé. Dus automatisch, ik denk dat dat gaat blijven bestaan.